Ja, wat moeten jullie? Hé, kanjers. Zo, deurtje dicht. Doe even normaal. En ik ga zo meteen met mijn bordje met eten lekker naar de kamer toe. Ja, hallo lieve vrienden. Het wordt al donkertjes. Ja, ik kan er ook niks aan doen hoor. Nee, maar ik ben het helemaal vergeten om jullie erbij te pakken. Maar als eerste, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag woensdag 6 januari en we leven alweer om 4 minuten over 4. Waarom ik zo laat ben? Nou, A, vergeten. B, ik heb al bezoek gehad van Jack Pater van Verelo. Hij komt geloof ik nou nog één keer. En dat geldt ook voor Sandra Urban. En ja, ze zullen wel vaker blijven komen, maar meer uit vriendschap. Ik heb mijn nieuwe begeleidster al gesproken van de andere instelling waar ik naartoe overgeheveld word. En ja, die heet ook Karin enkel. Dat is een Karin met een K. Ja, helemaal leuk, gezellig. Ja, ze belde me op, dus ik heb haar nummer gelijk maar opgeslagen en een heel gesprek gehad. Nou zit ik voor de pc, tenminste ik zit nou in de keuken met jullie te praten, maar ik kwam bij de pc vandaan en ik denk, oh ja, moet ik ook nog doen, want ik hield mezelf eigenlijk herinneren dat ik net, ik vertelde het daar ook dat ik net online kwam dat ik laat was, dus ja, maar het maakt niet uit, ik ben wel vaker laat, wat maakt het uit? Ja, als je maar even wat van je laat horen, toch? Ja, helemaal waar. Maar ik ben dus bezig om dus een vlog in elkaar te zetten. Moet ook weer gebeuren. En voor vanavond hek eten staan, dat is champignonnetjes met siepeltjes en rookworst gebakken. En daar zitten doppertjes en worteltjes doorheen. Dat is lekker, ja, helemaal lekker. Nou, en gisteravond is Sandra nog geweest, Sandra Urban. Want gistermiddag kon ze niet, ze had privé andere dingen even te doen. Dus ja, had ook niks met het werk te maken, maar dat was even privé. Dus daarom kon ze niet, ook niet naar het werk. Maar dan is ze gisteravond is ze dus even geweest. En dat was ook wel weer gezellig, maar oké. Even nog weer terug te komen op gisteren, wat ik gisteren zei. Dat ik 1 januari in elkaar geslagen scheen te zijn, waar ik zelf geen weet van heb. Want dan had ik toch wat moeten mankeren, denk ik dan. Als jij iemand in elkaar zou slaan, dan heeft diegene die dat overkomt, heeft dan uiteraard blauwe plekken en weet ik van wat, ja. Maar in ieder geval, ik heb me niks en ik markeer niks en ik weet van niks. Ook schijn ik samen te wonen met een meneer die ik ook niet ken, een zekere Ben. Degene die dat rondbazuint, die moet eens een keer zijn mond houden, want anders kom ik diegene even opzoeken. Maar dan kom ik niet alleen. Nee. Er hebben wel iemand mee. En misschien ook wel meer dan één. Want diegene moet ophouden met de leugens rond te bezuinen. Want anders ga ik eens even leugens rond bezuinen. En dat vind je toch ook niet leuk, of wel dan? Ik vind het zo niet leuk. Wees lief voor een ander. Maar dat doe jij niet. Nee, je weet ik om met te liegen. Dat heb ik gehoord hè, vandaag, dat jij aan het liegen bent. Dat je geen leuke heerschap bent. Oh, oh, oh. Als men jou tegenkomt, ben je een heertje nodig om door een ringetje te halen. Ja, je bent lief, je bent attent, je bent hartelijk, je bent lief en vriendelijk. Maar als het erop aankomt, dan schijn jij te liegen en te bedriegen. Heb ik vandaag gehoord uit goede bronnen. Ja, meneertje.
gauw in de gaten. Denk er maar goed om. Ja. Dus ja, dat wou ik even kwijt via deze weg. En ik weet, hij heeft zelf geen internet. Maar hij heeft wel vrienden die internet hebben. En daar weet hij mij te vinden op YouTube. Nou, hij komt maar. Ja, dan moet hij ook eens een keertje zo'n grote vent wezen om te reageren. Maar dat durft meneer kennelijk weer niet. Nee, nee. Nou, ik ben voor jou niet bang hoor, meneertje. Ik weet je te wonen. En ja, helaas, ik heb er nog een vriend wonen. Goed hè? Ja. Maar die woont niet bij me in huis en die heet ook niet Ben. Nee. Die woont vlak bij je. Een paar deurtjes verderop, in hetzelfde hofje. Ja. Zo, dan weet je dat even. Klojo, video. Ja, ik ga lekker rijmen. Maar oké, lieve vrienden, sorry, ik moest het even kwijt. Dit is dus niet voor jullie dierbare vrienden bedoeld, maar enkel voor die meneer Klojo. Ja, die in mijn stad woont. Ja, in het centrum ook. Ja, nou ik weet hem te vinden. Ik noem geen adres, ik noem geen namen, maar hij weet dondersgoed of hij deze vlog mag horen, beluisteren, dan weet hij donders goed wie ik bedoel. Dus hij is ook een paar keer wel op de zomer bij me geweest. Hij heeft in de tuin aan het werk geweest. Ik heb hem op de vlog gehad. Hij heeft een kaal hoofd. Dus zoek maar verder weer naar beneden bij mijn vlog van afgelopen zomer. Kaal hoofd. Dus ja, hè? Er zijn er niet zoveel die bij mij komen die dat hebben. Dus ik zeg lieve vrienden, geniet van jullie dag verder. Ik sluit er even af, want er willen er, oh, nou ja. Willen er twee in. En er komen twee auto's thuis van Willemsen. Nou, en daar werkt mijn buurman ook bij. Dus we moeten maar binnen wezen dat hij, voordat hij binnen is. Ja, wat moeten jullie? Hé, hey, kanjers. Zo, deurtje dicht. Doe even normaal. Dames, jullie hebben het buiten gedaan. Hallo? 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 Ben ik in beeld? Doe je pet goed. Je bent helemaal koud. Bah. Oh. Nou, kom. Nou, 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 nou. Banjers. En nou klaar. Hé. Hey. Jullie hebben net buiten aan het ravotten geweest. Nou is het even over. Even rust. Time out. Ja? Time out. Time out. Ook voor jou. Ook voor jou geldt dat. Ja. Time out. Ja, ga maar liggen. Ga maar liggen. Slaapje doen. Slaapje doen. Zo, ga liggen. Nee, geen zin om te slapen. Rustig, hè? Ja. Even rustig. Stortje banjes. Kijk, ik heb het plukken. Hier, ik heb het plukken. Ik haal zo allemaal haartjes eruit. Ja, allemaal haartjes weer voor jou. Je zo plukken. Ja, kan allemaal. Hup, jongen nog wat toe. Denk hier nog aan toe. Maar ja, lieve vrienden, nogmaals, ik zou zeggen, geniet. En ik kom vandaag nog wel weer even een keer terug. Enkel, ja, het wordt donkerder en donkerder op, maar dat maakt niet uit. We hebben licht. Ja, toch? Ik zou zeggen, tot later.
Ja, hallo lieve vrienden, ik heb mijn schort weer om. Ik heb eten alweer opgebakken. En ik ga zo meteen met mijn bordje met eten lekker naar de kamer toe. Dat zijn dus doppetjes met worteltjes, champignon, ananas en een sipeltje lekker gebakken erdoorheen. Ik weet niet of ik er genoeg aan heb, maar dan, dit is het laatste restje. Weggooien doe ik het niet. Dan kun je altijd nog wat nergens bedorven is. En dat is het niet. Nee. En het is te lekker om aan de dieren te geven. Ja. Dus neem ik er een broodje erbij. Ja. Als ik tenminste echt tekort aan heb. Maar dat merk ik wel. Want de ene keer eet ik wel veel meer dan de andere keer. Het is maar net wat het daar van binnen wil. Maar oké, ik wens jullie ook een hele liefde, fijne, volle avond toe. Geniet ervan, of je nou alleen zit of niet alleen zit, het maakt twee keer niks uit. Geniet er gewoon van. Voor later op de avond uiteraard welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En ik hoop dat je morgen uiteraard ook weer gezond uit je bed mag komen. Morgen is weer een nieuwe dag. En dan zien we wel weer wat die ons brengen gaat. Ja, ik hou vol goede moed. Ik hoop ook dat jullie dat gaan doen. Gewoon vol goede moed houden en gewoon doorgaan met die banaan, ook al lukt het je niet, gewoon doorgaan. En slik veel vitamine D3. Hoef je ook geen injectie te halen voor die corona? Nee, niet nodig. Slik vitamine D3. Ja, doe ik ook. Doe ik al een paar jaar hoor. Ja. Dus dat komt ook allemaal goed en ik ga nou... First Sight, Australië. Gaan we kijken. En daarna komt een mooie film. Gaan we kijken. Tussendoor ga ik naar Facebook. Ze zeggen graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan, lieve vrienden. Doei!